Laten we even wat beelden kijken van de trailer van die film uit 1991... waar ik het al een paar keer over heb gehad. De film The Johnsons. Bewaken wij 7 psychopaten. Waarom zitten ze vast? Moord, bloedbad in een kinderthuis. Het is net een griezelfilm. Maar dan echt. Dit had ik toch niet durven hopen. De beroemde expeditie van 1934. Van dit gebouw gedroomd? Hoe kan het nou? Je bent hier nou nooit geweest. 21 jaar geleden. Eerste reageerbuisbevruchtingen. Gebeurt iets geks? 7 vruchten uit 1 eicel. Ik hoor dat je soms dromen hebt die uitkomen. Daar zou ik ook van schrikken. Dus ik vind het nu al spannend. Eigenlijk is het de eerste Nederlandse, echte horror. Nederlandse horrorfilm. Ja, dat klopt. En dan word je zomaar ineens naast de Monique van de Ven... naast haar gezet in zo'n film. Esmé de la Bretonnière, van harte welkom. Hallo. Het is gewoon dik 30 jaar geleden dat je dit hebt gedaan. Ja. Hoe kijk je hier nu naar? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Het was een gigantische kans natuurlijk. En een mega ervaring. Heel erg te gek om met Monique van de Ven te werken. En ook een fantastische cameraman. Echt top van de top. Dus ja, ik viel met mijn neus in de boter. Was dat je eerste film? Ja, het was sowieso mijn eerste acteerervaring. Ik weet nog dat ik echt tegen de regisseur zei van... nou, ik stel me helemaal open. Ik doe 100% mijn best. En dat heb ik gedaan. En ja, ze vonden het allemaal geweldig. Dus ook de auditie ging top. Maar ja, dat is echt gewoon van natuurlijk goed luisteren wat ze zeggen. Erop reageren en klaar. En heel veel leren. Ja. Bij wie? Want ik heb begrepen dat Ruud van Hemert zou die film eerst regisseren. Klopt. Die is uiteindelijk ontslagen, want dat was een moeilijke man. Hè? Ze noemde wel niet voor niks Bruut van Hemert altijd voor zijn acteurs. Nee, maar dat is waar. Hij is inmiddels helaas overleden. Hij maakte wel goede films. Mama's Boos, Schatjes, Honderdpondetje. Ja. Ben jij toen door hem uitgekozen om deze rol te spelen nog? Ja, ik weet het nog heel goed. Ik had 1 commercial gedaan voor de Hartstichting. En die had ik meegenomen, mijn tape had ik meegenomen. En ik zat daar en hij zei ook nog van... ja, je bent wel gespeend in het acteren, maar ja, we gaan ook de auditie doen. En toen deed ik die en toen zei hij van... ik wil jou voor deze film. Hij heeft me ook nog gebeld. Want ik mocht eigenlijk niet van mijn familie. Die zei, je moet je school eerst afmaken. En toen zei ik van, ja, ik wil het toch wel heel graag doen. En toen heeft me echt nog gebeld van, ik ga je echt goed begeleiden en... Maar ja, hij kreeg een geschil met de producenten. En uiteindelijk heeft de Rudolf van den Bergen het overgenomen. Ja, was dat wel. Dat was natuurlijk een hele andere manier van werken. Want stond er al iets op film wat Ruud heeft geregisseerd? Of was het nog voor de opnames eigenlijk al. Was hij al weg? Voor de opnames. Hij had wel het hele script bewerkt. En dus hij was ook best wel pissig volgens mij. Maar mijn eerste gesprek was met Rudolf van den Berg. En dat klikte eigenlijk meteen ook heel goed. Ja, ja. En voor hem was het ontzettend spannend, omdat hij ook voor het eerst echt een horrorfilm zou doen. Wij noemden het eigenlijk een psychologische thriller. Want dat klinkt eigenlijk ook wat mooier. Want in Nederland is het horrorgenre niet zo groot als in Amerika. Nee. Maar het was dus oorspronkelijk een Amerikaans script. En toen hebben wij eigenlijk een hele psychologische laag aangebracht. En dat vond ik super te gek. Dus, want hij zei tegen mij, Rudolf, ga een dagboek bijhouden van Emily. Want ze heeft nachtmerries en ze wordt van meisje tot vrouw. En dus dat heb ik gedaan en dat was een ontzettend spannend proces. Omdat hoe oud was je toen? 18, 19 denk ik. Ik was 16 en ik werd 17. Oh. En ik speelde een meisje van 14. Ja. Ja, kun je nagaan. Dus, en het is een van de leukste producties die ik heb. Ik heb hier die DVD, die heb ik gewoon thuis in de kast staan overigens. Daar wordt bijna om gevochten, want die is dus niet meer te koop. Het is echt zo, dus er schijnt iets met rechten of zo te zijn... waardoor het niet meer opnieuw uitgebracht kan worden. Want in 2017 was hij nog een keertje een soort re-release, zoals dat dan heet. Hè? Ja. Hij is ook online helemaal niet te vinden, staat niet op streamingdiensten. Mm. Dus het is echt een collector. Ik bewaak hem ook met mijn leven. Ja. Want het is een van de eerste horrorfilms die ik ook in de bioscoop heb gezien van jou.
het is een beetje een cultfilm, hè? Want hij wordt zelfs soms door Amerikaanse recensenten, als je goed op YouTube gaat kijken, wordt hij ook gerecenseerd door Amerikanen die nu nog steeds deze film kijken. Wist je dat? Ik heb het gehoord van Rudolf. Die stuurde mij dat boekje uit Amerika, waar het dus helemaal in staat. En ze zijn er helemaal gek van die film. Ja. Dat is echt bijzonder. Ja, dit was de start van jouw carrière, eigenlijk, als actrice. Ja. In de jaren 90 heb je nog twee grote films gedaan. Ja. De Gordel van Smaragd heb je gedaan. Daar is ook bijna niets meer van te vinden. Gek zeg. Ja, dat was toch... Het is een hele bijzondere film, ook voor scholen. Omdat het een heel groot stuk geschiedenis... Van Indonesië. Ja. En The Delivery heb je gedaan voor Roer René. Klopt, ja. Oké, leuk. Hoe was dat? Ja, geweldig, met Fetja van Uwet. En ja, natuurlijk super om met Roel te werken, die nu gigantisch groot is in Amerika. Die maakt allemaal waanzinnige Amerikaanse films. En ja, echt een jongensfilm, hè, met heel veel explosies. En ik was het gangsterliefje, dus ik moest eigenlijk grotendeels was ik ontvoerd en vastgebonden zat ik. En ja, het was gewoon heel leuk om te doen. Ja, je ogen twinkelen als je het over hebt, over die films hebt. Ja, ik vond het een soort flashback van, oh. Ja, maar wat het leuke aan film is dat ik natuurlijk alle herinneringen heb ook van buiten het filmen om. Weet je wel? Dus het contact met de acteurs, de audities, de repetities. Dat is allemaal zo leuk. En dan met z'n allen een soort reis gaan maken. Ja. Dat was ook met Monique. En dat je elkaar dan zo snel ook leert kennen en op een hele bijzondere manier. Ik besef eigenlijk nu ook hoe bijzonder dat is. Het is heel wat anders dan televisie maken. Compleet anders. Heel veel mensen maken eerst een soap en dan gaan ze naar film toe. Ja, een serieuze carrière beginnen bijvoorbeeld. Ja. Zeggen ze dan toch vaak? Nou ja, kijk, nu is alles eigenlijk best wel gelijk en kan je eigenlijk je eigen carrière veel meer sturen. Ja. Ik ben toen met mijn neus in de boter gevallen met Monique van de Ven, waanzinnige regisseur, waanzinnige cameraman. En daarna ging ik naar soap, maar ik vond het ook heel erg leuk, want het was een hele andere manier van werken. Ja. Er zat nog heel lang tussen trouwens. Hè? Tussen het zat nog heel lang tussen, dat je bij die want je was, ik weet nog wel, dat in de tijd van... Nou ja, de Delivery kwam was eind jaren 90 en de Johnson dan begin jaren 90. Dat er heel positief over jou geschreven werd. Een belofte voor de toekomst. De jonge variant van Monique van de Ven. Zoals zij destijds natuurlijk in Turks Fruit ooit gebombardeerd werd tot de nieuwe ster. Is het voor jou allemaal geworden wat je daarvan verwacht had? Ja, ja, eigenlijk wel. Want ik vind het sowieso te gek dat ik het heb mogen doen. Het is, zoals het uit de lucht is komen vallen, is het eigenlijk ook weer een beetje verdwenen. En dat is ook oké. Ik ben heel veel gaan reizen. Ik heb in Amerika gewoond. Ik heb in Los Angeles gewoond. Ik ben nu moeder van een dochter. Geweldige dochter. Ja, ja. Dus ja, het leven bestaat dus niet alleen maar uit films maken en uit... acteren. Dus ik heb ook heel veel met muziek gedaan. Ik heb met theater theatermensen gewerkt. Dus ik ben meer achter de schermen heb ik ook heel veel dingen gedaan. Ja, en in Nederland is het gewoon niet echt makkelijk om aan een stuk door in film of televisie te werken. Dus nee. Ja. En je zingt ook heel erg mooi. Dankjewel. Ja, nou ja, je hebt een nieuwe single uit. Die gaan we zo meteen in het volgende half uur horen. En ik zou het wel fijn vinden als je zo meteen naar het podium wil lopen om je eerste liedje te gaan zingen. Frederik, wat is dat voor soort lied? Ja, het is eigenlijk een lekker zomerliedje. En het gaat over een jongen waar ik verliefd op was toen ik met mijn ouders op vakantie was in Frankrijk. En dat je gewoon zeg maar voor de eerste keer vlinders in je buik krijgt. Eigenlijk dat. Herkennen we allemaal. Ja, toch? Maar ja, heel veel mensen die worden niet eens meer verliefd. Dus... Dat is waar, ja. Ja. Jij wel trouwens? Zeker. Ja? Kun je nog verliefd worden? Ik ben ook heel erg verliefd nu. Ja. Oh ja? Dat zien we ook een beetje. Zometeen na de muziek gaan we luisteren naar het eerste live optreden van Esmee de la Bretonnière. Het is toch heerlijk om die naam uit te spreken. We hadden net met onze gast Esmee de la Bretonnière over haar debuut in de Johnsons. We hebben het gehad over films zoals The Delivery en De Gordel van Smaragd. En toen kwam er opeens dit, dat weten we denk ik ook nog wel, Goudkust. Een soap. Heel wat anders, een heel andere discipline. Ja, dat was wel eventjes wennen, denk ik, Esmee, voor jou. Ander weer, om in Goudkust te spelen en ook nog eens een keer zo... Ja, precies. Half naakt in de lieder te zitten. Ik terug
terugkijk, denk ik, jeetje, Nina. Dat ik dat durfde gewoon. Dit is 2002, denk ik, geweest zo'n beetje. Ja. Want het stopte in 2003, hè. Want dat ging van SBS naar Fox en van Fox weer naar weer een andere zender. Toen wist niemand het meer te vinden. En toen was het weer om 7 uur, toen weer 6:30. Nou, niemand wist het meer. Klopt. Zondag, want ik vond dit van alle soaps... Vond ik dit persoonlijk, vond ik Goudkus het leukst. Ik ook. Ja? Ik vond het ook echt superleuk. Echt een leuke serie. Waarom dan? Waarom was dat leuk? Ja, ik vond het... Het was heel gezellig. En ik weet natuurlijk niet hoe het bij de andere sets was. Maar ja, ik vond het gewoon een heel leuk onderwerp. En ik nam de rol over van Josephine van Asdonk. Ja. Ik viel eigenlijk... Irene Verwijder. In een soort familietje met Vrouwkje de Bot... en Jasmine Sender, Lieke van Lexmond... Ja. Wie nog meer? Nou, Winston, staan Winston die kwam meteen naar me toe met een cameraatje. Ja. Weet ik nog. Oh ja? Ja. Ja. Zei die, ja, wil je wat zeggen? Ja, en wie ik een heel goede actrice, Marianne Vloedgraven speelde jouw moeder. Ja, dat is fantastisch. Ja, zij speelde mijn moeder, dus heb ik ook weer mazzel mee gehad. Ja. Ik vind dat ik echt heel veel geluk heb gehad. En ja, dat was kilometers maken. Dat was gewoon 10 scènes op één dag. Maar jij had films gemaakt waar je dus echt de tijd hebt. Hè? Ja. Dat je denkt van, nou, dan doen we het morgen nog een keer, hè, als het echt niet... Maar bij dit was het gewoon, oké, je moet op tijd komen. En ja. Dan staat er voor die scène 5 minuten repeteren en 5 minuten opnemen. Dan moet het er maar op staan. Ja, nou, gelukkig had ik wat ervaring natuurlijk. En op een gegeven moment krijg je er ook wel... krijg je er gewoon routine wel handigheid in, routine in. En dan, dan kon ik gewoon mijn acteerervaring goed gebruiken. Ja. Erbij. Was je gelukkig in die tijd van zo'n soap? Of had je ook wel weer dan een soort van... Ja, weemoed naar die filmtijd? Nou, film is mijn absolute passie. Ik ben ook na de soap naar Amerika gegaan. Ik heb een les gehad van Al Pacino en Harvey Keitel. En ja, ik vind gewoon de manier waarop zij praten over acteren... dat vind ik waanzinnig. En ook hoe zij dat hele land ademt film uit. Maar ik vond het gewoon een hele superleuke ervaring. En het is gewoon echt niet te vergelijken. Sowieso vind ik televisie niet te vergelijken met film. Mm-hmm. Film, daar wordt veel meer tijd voor genomen met een repetitieproces. Het is een soort kunstwerkje. En tv kan dat ook zijn, maar dat gaat gewoon veel sneller. Het is een sneller medium en het is ook meer voor entertainment... en ja, gewoon voor in de huiskamer. En een film is natuurlijk niet voor niets in de bioscoop. En budgetair is niet te vergelijken. Ja, en budgetair is niet te vergelijken. Maar ja, het was hartstikke leuk om te doen. Maar het is heel anders. Het is heel anders. Die serie heeft een jaar of 6-7 gelopen... waarvan jij dan het laatste jaar, van de laatste anderhalf jaar... denk ik, dan Josephine van Asdonk heeft... Vond je het vervelend dat je... Want je dacht natuurlijk, nou, dat is lekker. Want voor een acteur is het natuurlijk wel prettig... om een soort continuïteit te hebben. En zo'n soap doorgaans, ja, hè. Nou, kijk, naar goede tijden. Dat is, dat is het voordeel. Bijna 40 jaar bestaat dat, geloof ik al. Nou, 30 dan, hè. Ja. Nee, ook alweer dik 30 jaar bestaat Goede Tijden, Slechte Tijden. Dan denk je van, ik zit voorlopig gebakken. En dan hoor je dat zo'n serie weer stopt. En baal je dat? Ja. Dat baal je dan, denk ik wel. Want op dat moment wil jij zelf niet stoppen daarmee, toch? Nee, ik weet het nog. Ik zat in Parijs en met vriendinnen en toen hoorde ik het. En dat is natuurlijk enorm balen. En voor iedereen, want mensen hebben hypotheken en die hebben contracten getekend. En dat houdt dan opeens op. Dus dat is heel sneu. Ben je toen in een zwart gat gevallen, zoals ze dat spreekwoordelijk vaak zeggen? Nou, het is wel... Kijk, je bent acteur, ik heb ervoor gekozen... en dat is best wel elke keer weer onzeker. Van, krijg ik werk? Maar dat is inherent aan het vak. Dat heeft bijna alle acteurs, zangers, als je het vraagt, hebben dat. Dat is er inherent aan. En gelukkig heb ik gewoon gigantisch veel werk mogen krijgen... en heb ik het altijd goed gehad. Dus in die zin vind ik dat fantastisch. Maar je kan ook, je hebt er ook mensen die heel lang geen werk krijgen... en dan in een heel groot zwart gat vallen. Ik heb dat zelf zo niet ervaren. Hoe heb je de afgelopen anderhalf jaar heb je dat gedaan? Want dat was met coronatijd voor de acteurs natuurlijk nihil werk. Ja. Of niet eigenlijk? Ja, nou, het grappige is dat ik dus... zoals ook andere mensen wel zeggen, het gewoon aangegrepen hebt om creatief te zijn, om nieuwe nummers te schrijven, om ideeën op te doen met andere mensen. Iedereen had zoveel tijd. Muzikanten, studio's lagen plat. Dus dat was ook wel weer een kans om de studio in te gaan, om nieuwe nummers te schrijven, nieuwe ideeën op te doen, meer tijd te genereren. En nou ja, ik had gelukkig een klein beetje dan de hulp van de overheid.
Ja. En dat vond ik eigenlijk heel positief. Dus ik ben er gewoon heel positief uitgekomen. Ja, je hebt je tijd gewoon genomen. Goed benut. Ja, goed benut. Ja. Hey, maar dat zingen, is dat iets wat je altijd al gedaan hebt? Want ook al de tijd dat je al acteerde? Of ben je op een gegeven moment ook gaan denken van... ik moet ook natuurlijk mezelf wat meer zekerheid geven... dat als ik spreiden. Even geen acteerwerk... Ja, dat spreiden. Dan kan ik in ieder geval als zangeres nog aan de bak. Nou ja, het heeft twee kanten. Eigenlijk toen ik 6 was, zat ik al op pianoles... en vond ik musical ook al te gek. En heb ik eigenlijk ook al kindermusicals gedaan. Dus het zat er wel in. Alleen ik werd eigenlijk spontaan gevraagd voor acteren, voor films en televisie. Maar eigenlijk zat het zingen en het dansen en de liefde voor theater en de liefde voor muziek zat er al in. Ja. En dan is het eigenlijk alleen maar, je ontmoet iemand, nou ja, zoals Petra Luchtenburg bijvoorbeeld, singer-songwriter. Je hebt een klik, je raakt geïnspireerd, je gaat aan de slag. En zij sleepte mij ook mee naar de studio. En dan komt het er opeens uit. Zo is het eigenlijk bij mij gegaan. En ik vond het zo leuk, weet je, als ik in die studio sta en met die muzikanten, met die live muzikanten en op het podium, ja, dan kom ik gewoon tot leven. En dan merk je ik met ook, elkaar iets wow. maakt. Ja, en daarnaast is het gewoon weer iets heel anders dan film. Bij film stap je op een rijdende trein, wat te gek is, weet je wel. Je hebt alles loopt al. En de teksten zijn voor je geschreven. En hier kan je ook nog iets meer zelf inbrengen. Wat natuurlijk heel fijn is. Ja. He, dus je kan zeggen, nou, ik wil er nu een violist bij. Ja. En, of eens als je de luxe hebt dat je de muzikant kan betalen. Dat is ook betalen. Niet goedkoop. Hè? Omdat ze, het is niet goedkoop. Maar je kan creatief zijn. Zijn en je kan dingen zelf maken. Hoe leuk is dat? En dat is het, de creativiteit. Ja. En dat zit in jouw persoontje. Ja, dat zit in mijn persoontje en daar word ik heel happy van. En andere mensen ook. Dus daar gaat het mij ook om waarde te creëren voor andere mensen. En iets moois te maken wat mensen raakt. Speel je ook nog veel? Mannen van Mars heb ik je volgens mij nog even voorbij zien komen. Ja, een paar jaar geleden was dat in een bioscoop, een film met Daniel Boissevin. We zagen trouwens net nog een stukje van Twee Jongen. Ja, leuk. Dus toen speelden jullie ook samen in 12 Steden, 13 Ongelukken. Ja, nou, ik heb net, ben ik dus mijn showreel gaan maken. Oh, ja? Die heb ik ook op mijn Insta gezet. Ja? Van al het werk eigenlijk wat ik gedaan heb tot nu toe. Ik zou het superleuk vinden. Het is gewoon, het komt even niet op mijn pad. Nee. Maar bij deze, ik vind het wel heel leuk om het nog te doen. Ja, ik hoor van veel acteurs dat het lastig is, omdat Harry Klooster er natuurlijk ook niet meer is. Ja. He, die casten bijna al die soaps. Ja, ja. Toen ging dat naar Kenna. Die heeft ook. Ik had wel het gevoel dat Harry Klooster, want ik heb daar zelf ook, kreeg ik nog best wel veel werk van hem altijd. Mm. Dat hij ook de acteurs die misschien een wat mindere opleiding hadden, maar waar die wel iets in zachte kans gaf. En dat heb ik bij Kemna, of zoals het nu heet, Postkastelein, wat minder. En verder heb je eigenlijk niet zo heel veel die voor het... Ja, Suzanne Groen dan nog, maar voor de rest houdt het wel een beetje op. Ja. Heb jij die ervaring ook met Harry en zoals het nu is? Ja, ik heb sowieso de ervaring dat het lastig is, omdat er toch een bepaald... een groep acteurs die heel veel werk heeft. Ja, die steeds, je ziet ook altijd dezelfde gezichten. Is vaak en er worden fantastische dingen gemaakt op het moment. Ja. En ik heb aangegeven, ik wil graag auditie doen. Ik wil graag kansen krijgen. Alleen maar audities doe je ook eigenlijk bij? Nee. Nee, dat is toch voor mij is dat ook een raadsel. Ja, ja. Nou ja, dus dan maar zingen. Je hebt een nieuwe single uit Keer de Tijd. Precies. Ja. Ja. Die ga je zo meteen ook voor ons zingen. En nou, wij gewoon, ja. Je hebt het soundcheck gedaan. Oh, dat is een goede vraag. Eigenlijk gaat het over twee dingen. Het gaat over als je iemand verliest. Dus het is echt bijvoorbeeld een scheiding. En eigenlijk dat je toch weer terug verlangt naar die ander. Je zit eigenlijk in een soort tussenfase. Je weet, je past niet meer bij elkaar. Maar toch hoop je van, oh, was ik nog maar even bij die ander. Dat herkennen heel veel mensen. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. En daarnaast is het een beetje een mengelmoes van een hele goede vriendin van mij die overleden is. Waarbij ik eerst dacht van, oh, mijn god, mijn wereld stortte in. En dat ik toch weer voelde, er is een sprankje hoop. Een scherfje geluk en daar bouw je eigenlijk weer op verder. En dan kan je eigenlijk weer je leven oppakken. En, hoop. Ja, eigenlijk over hoop. En dat je na een traumatische ervaring toch weer altijd weer op kan staan. En weer een stukje licht
kan ervaren en daar weer mee door kan gaan. Daar gaat het eigenlijk over. Mooi. We gaan zometeen naar Esmee nog een keertje luisteren naar dus de nieuwe single Keer de Tijd.